ik denk dat het beste is bij hen nu nog, en dat heb ik ook gelezen, dat de gevoelens het langst blijven als je ze aanraakt. Ik voel dat. Als ik zijn hand vastpak of ik streel in zijn nek, dan voel ik dat. Die aanraking, dat blijft volgens mij. Want hij is nu al zo dat hij mij eigenlijk niet meer kan spreken, ik kan niet meer lopen. En toch, dan voel ik dat. Dat er nog. En dat knipt hem zo met zijn ogen het gevoel dat ik denk, ja, dat er nog iets is. Dat heb ik. En daar ben ik van overtuigd. Want onlangs waren er collega's bij hem nog gekomen, van het leger. En daar was de ene bij die we al kenden van in het begin als we getrouwd waren. En die had er een hele tijd bij gezeten en ja, hij zegt daar niks meer, maar die zat erbij en babbelde ze dan met mij. En die man ging weg en die pakte zijn schouder vast van achter. En die zei dan heel luid, André, we zijn weg, hou je goed, we komen terug. En in één keer, dat was heel lang geleden, ik verschrok echt. Zijn ogen open en dan was er echt nog iets, een erkenning. Door die stem misschien, en die aanraking, ja, het is de ogen open. Want hij verschrok er zelf van.